Dit is het Van Alles Was Journaal met korte berichten uit en voor de gemeente Mil. Woensdag 10 juni was de Spoorstraat in Mil voor één dag het domein van spelende kinderen. Dit naar aanleiding van een initiatief van de landelijke groep Kinderen Voorrang die voor de 9e keer een nationale straatspeeldag organiseren. Het organisatiecomité uit Mil had bewust gekozen voor de Spoorstraat omdat daar een speeltuintje aanwezig is. Het initiatief was medegenomen om ook aandacht te vragen voor de gevaarlijke situatie aan de Spoorstraat. Van 2:30 tot 4:00 konden de kinderen spelen. De middag werd geopend door burgemeester Daendels, buurtcoördinator Chris Arts en directeur van de basisschool Dick Tolsma. Ieder kind mocht zijn eigen speelgoed meenemen. Er waren schelpers en driewielers aanwezig die door de kinderen naar hartelust gebruikt konden worden. Ook kon er gekrijt worden met het volop aanwezige stoepkrijt. Ondanks dat de middag even verstoord werd door een fikse regenbui, kan de organisatie terugkijken op een geslaagde primeur van de Nationale Straatspeeldag.